Sportservice Doetinchem streeft ernaar om zoveel mogelijk ouderen 2 dagen per week te laten sporten. Om dit te bewerkstelligen gaat de organisatie in alle wijken van de stad speciale lessen aanbieden. Het is heel belangrijk om 2 keer per week spier- en botversterkende oefeningen uit te voeren. Met daarnaast gecombineerd balansoefeningen. Dat is de reden waarom wij nu dus ook echt in elke wijk 2 maal per week dat aan gaan bieden. Waarom doet u mee met deze sportlessen? Nou, ik vind het belangrijk om je wat te bewegen. Maar het allerbelangrijkste vind ik dat contact te blijven houden. Want op een bepaalde leeftijd vervallen je contacten. En daarom doe ik dit eigenlijk. Wat voor lessen voeren de ouderen uit? We doen iedere keer een ander soort les. De ene keer doen we echt gericht op spierversterkende oefeningen. En de andere keer is het sport en spel. Dat is het dus nu. Dus een vorm van volleybal, een vorm van handbal. Maar allemaal aangepast aan de senioren. Dus het is geen prestatie, maar je moet gewoon ook leuk vinden. Nou wil hier het Sportservice Doetinchem, die wil ervoor zorgen dat de ouderen echt 2 keer per week gaan sporten. Wat vindt u van dat streven? Nou, dat vind ik geen gekke. Dat vind ik helemaal niet gek. Ik ben daar wel voor. Ja. Denkt u dat dat nodig is in Doetinchem? Nou, als ik zo om me heen kijk, ja, ik denk het wel. Er zijn mensen die eigenlijk heel weinig aan sport doen. Of niks aan sport doen. Die lopen dan weliswaar met het hondje van de hoek naar de hoek. En that's it. En dus vind ik het wel belangrijk hoor. Ja. En vanaf wanneer moeten die 2 dagen per week echt overal in zijn gegaan? De planning is dat we begin volgend jaar echt in alle wijken 2 keer bewegen. Na de herfstvakantie starten er ook weer 2 momenten in Doetinchem. We doen het Doetinchem breed, dus we moeten het gefaseerd uitvoeren. Ook vanwege de docenten en de promotie die eraan vasthangt. Maar begin volgend jaar moet dat wel lopen. Ja.